Dorpskerk van Berkelen-Rode Reis. Een bijzondere avond. Eigenlijk hadden we vanavond hier een concert willen geven. En vanmiddag ook al. En eigenlijk hadden we 23 december ook een concert willen geven. In Dordrecht. Maar we hebben allemaal te maken met de harde lockdown. Dus concerten geven is niet mogelijk. Dus u kunt niet naar een concert komen. Maar wij kunnen natuurlijk wel de boel omdraaien om met een concert naar u te komen. En ik denk dat we dat vanavond maar zo moeten zien. Wij komen, Anna Majschak, sopraan, en Vincent Spoelman, bariton. Wij komen naar u toe vanavond en wij willen u een concert aanbieden. In deze prachtige, aangeklede kerk. Een kerstconcert. Een exclusief Christmas concert. En we gaan een heel aantal bekende kerstliederen voor u uitvoeren, maar ook wat ander soort liederen. Het wordt een mooie avond. En ik heb er nu al schrik in. Jullie denk ik ook. Voordat we gaan beginnen wil ik u allereerst bedanken voor de giften en voor donaties. Uiteraard nog steeds mogelijk, een vrije gift. Maar dat is aan u. Wij gaan in ieder geval vanavond hier in deze kerk u het concert beginnen. En we gaan beginnen met, ik denk, het bekendste kerstlied aller tijden. Het is ontstaan in Obendorf, in Zuid-Duitsland, in een klein kerk. En daar was organist Franz Gruber degene die een melodielijn op muziek zet. En die melodielijn is overal in de wereld bekend geworden. En daar heet het Stille Nacht, Heilige Nacht. Franz Gruber, onvergetelijk. En wij gaan het gewoon in onze eigen taal zingen. Stille Nacht, Heilige Nacht. Ik wens u, Anna, Vincent, een geweldig concert. We gaan beginnen. Oh,
het volgende lied wat u nu gaat beluisteren, dat zal Anna Maischak u gaat zingen. Na dit altijd zo indrukwekkende Stille Nacht van Frans Gruber gaan we van Zuid-Duitsland naar Zweden. U gaat een lied horen, ik denk in het kaliber Stille Nacht, Heilige Nacht. Het is een geweldig mooi advent kerstlied. Koppangen.
Thank you.
samen op dit mooie orgel. En ja, toen ik aan het luisteren was, toen kon ik me zo goed voorstellen dat wij met z'n allen, maar dan thuis, dit samen aan het zingen waren. Ofwel echt aan het zingen, of in ons hoofd, of in ons hart. En er was één klein stukje, For unto us a child is born, wat er zo mooi tussendoor kwam, wat we waarschijnlijk allemaal wel herkenden uit de Messiah van Handel. En dan nu weer samen een duet, A Christmas Blessing, Kerstzegen. Thank you.
U herkende natuurlijk ook hier het Stille Nacht in. Als een soort rode draad gaat het door het programma heen. Anna en ik hebben vorig jaar een cd gemaakt, Songs of Fantasy. En een van de tracks op die cd, eigenlijk nummer 1, de eerste track, is een stuk van Ennio Morricone. Ennio Morricone, een heel groot filmcomponist, had een prachtige melodie geschreven en dat heette Gabriel's Oboe. Er was een zangeres, een Engelse zangeres, die wilde daar graag een tekst op maken, maar Morricone wist het tegen te houden, lang, maar niet voor heel lang. Want deze zangeres, Sarah Brightman, drong toch door bij Ennio Morricone om die tekst te gebruiken. En die tekst ga jij nu zingen, Anna, van onze cd Songs of Fantasy. En het lied heet Nella Fantasia. Thank you.
hebben we heel veel christelijke kerstliederen. Natuurlijk, want daar gaat het ook om, de geboorte van Christus. Maar er is ook in Amerika veel werk verricht om muziek te schrijven. Ook om kerst, om een bepaalde sfeer neer te zetten. Bijvoorbeeld, je zit aan het haardvuur met een zakje nootjes in je handen, waarbij ze spreken dan natuurlijk. En dan ontstaat een prachtig lied, en dat lied heet The Christmas Song. Chestnuts roasting on an open fire. En Vincent, ik zou het geweldig vinden als je erbij komt, dat we dit echt prachtig lied samen gaan doen. The Chestnuts, The Christmas Song. Slechts 3 weken geschreven te hebben in een soort
flow, een out of body, uit zijn lijf ervaring, een soort geestelijke ervaring die hij had en die dat zo gechanneld kreeg, deze muziek. Arjan gaat het ons prachtig, het Halleluja uit het de Messiah. Duet weer, Cantique de Noël, ofwel O Holy.
heel bekend kerststuk, maar wij zingen in het Frans als duet. In deze tijd, coronatijd, we weten allemaal van de harde lockdown, de reden natuurlijk ook dat we vanavond hier in de Dorpskerk van Berkelen Rode Reis u dit gratis concert aanbieden. Concerten konden jammer genoeg niet doorgaan, maar toch op deze manier kunnen wij toch het concert voor u aanbieden. We vonden het geweldig om het te doen, Vincent, Anna en ook namens mijn eigen persoontje, we vonden het geweldig. Het volgende stuk, Anna, wat wij samen gaan doen, misschien wel een van jouw favorieten, zeker wel een van mijn favorieten om samen met Anna te doen. En dat is een lied wat Anna ook veel bij de jeugd zingt. Een prachtig lied wat ook in deze tijd veel betekent, dat wij er voor elkaar mogen zijn. Christus is voor ons naar de aarde gekomen en is er voor ons geweest. En wij mogen hem altijd als voorbeeld hebben en dienen. Maar hij is ook voor ons een steun. In moeilijke tijden, maar ook in goede tijden. Er is een lied waar het ook gaat over momenten dat je een steun nodig hebt. Dat je een schouder nodig hebt waar je tegenaan kan leunen. Menselijk gezien. En dan word jij opgetild. Dat mag jij ook meemaken. En dat lied heet You Raise Me Up. Van Rolf Lofgren. En dat gaan wij nu samen als laatste van dit concert. For you to see, you raise me up.
komt erbij, Vincent. Ja. Dat is heerlijk, man. Ja. Fijn om toch even een beetje muziek te maken samen. Met z'n drieën. In deze mooie kerk. In deze prachtige. Ik zeg wel eens een keertje, het is de mooiste kerk met het mooiste orgel van de Randstad en verder buiten. Nou, spreek het maar eens tegen. Maar ja, er is een eind gekomen aan dit online kerstconcert. Het Exclusive Christmas Concert. We zouden het eigenlijk, u weet, vandaag hier twee keer gedaan hebben. Donderdag in Dordrecht. Maar we konden het hier doen. Ja. En we zijn er voor u geweest vanavond. Ja, kerst is natuurlijk een feest waar met mooie versiering. En we gaan er een mooie tijd van maken. Hopelijk toch weliswaar met weinig mensen. Maar voor mij staat altijd bovenaan dat waar het echt eigenlijk om gaat. Dat is geboorte van Christus. En die is er voor ons gekomen. Nou, daar is dit concert eigenlijk geweldig voor geweest als het getuige is. Geweldig dat u er ook bij was. Hier, dat jullie erbij waren. Super. En blijf gezond. En we hopen in het komend jaar dat we weer vol concerten mogen geven waar u weer naartoe kunt komen. Bedankt voor het kijken. Blijf gezond. Gezegende kerstdagen gewenst. En ook een gezegend 2021. En ik hoop dat er heel veel mooie muziek mag klinken in ons aller leven. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en tot ziens.